In Roosendaal is maandag dan toch begonnen met de werkzaamheden in de Dr. Braberstraat. Eigenlijk zou het werk al voor de bouwvakvakantie zijn gestart, maar omdat er asbesthoudend materiaal was aangetroffen, moest eerst aanvullend onderzoek plaatsvinden. Asbest is inmiddels verwijderd. Het werk duurt naar verwachting 8 weken. In die periode wordt er onder andere nieuwe bestrating aangebracht in de Dr. Braberstraat in Roosendaal.